Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers, uw online bloemist en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een fantastisch frame wat hier voor me ligt. En we gaan een heel mooi apart bloemstuk maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je graag het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Er is een beperkte voorraad, dus wil je hem niet missen, bestel hem dan snel. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, heb ik een fantastisch frame. Kijk, op verschillende hoogtes zijn de houders verwerkt en daar gaan we aan de slag. Het frame zelf is al heel mooi, dus je zou hem gewoon als basis zo goed kunnen gebruiken. Wij gaan de onderkant eerst even wegwerken. Krijgen we een mooi natuurlijke ondergrond van, want ik gebruik hier een soort bananenblad voor. Die gaan we hierop verwerken en dan gaan we een mooie bloemstuk op maken. Ik heb alvast de eerste pompoentjes. Ik heb mooie plantjes, dus we gaan gauw beginnen. Zoals ik al zei, werken we eerst de basis weg. En daar gebruik ik dit blad voor, dit bananenblad. Wat je daarmee kan doen, je kan verschillende soorten het opmaken. Je kan hem zo in het geheel, dan krijg je het wat meer rustiger. Je kan het dan gewoon aan elkaar vastlijmen. Maar je kan bijvoorbeeld ook stroken maken, dat is ook heel erg leuk. Want je kan vierkantjes knippen en je kan er eigenlijk alle kanten mee op wat je zelf leukst vindt. Hoe groter je de stukken houdt, hoe rustiger je het, de onderkant eigenlijk maakt. Maar je kan het ook wel weer heel apart maken door bijvoorbeeld stroken te maken of vierkantjes. Ook erg mooi. Je kan het ook wirwar doen, dat je het meer zo door elkaar doet. Dat is ook erg leuk. Krijg je ook een leuk patroon van. Ik doe het wel één kant op. Met het steekschuim. Die heb ik al even vol laten zuigen met water. Let op, nooit onderdrukken, zelf vol laten zuigen. Daarnaast heb ik ook leuke pompoentjes. Ik vind dit altijd echt super schattige. En vetplantjes. En overal krijgen ze een plekje op het frame. Allereerst eventjes de pompoentjes. Ik buig hier even de pin plat. Je kan hem ook afknippen als je het makkelijker vindt. En daaronder leg ik een heel klein beetje mos. En dat doe ik ook met de andere. En je kan zelf bepalen waar je ze neerlegt. Dus speel daar gewoon mee wat je zelf leuk vindt. Dan heb ik de vetplantjes. Ik haal het grootste deel van de wortels eraf en ook daaromheen doe ik een klein beetje mos aan de onderzijde en die leg ik ook op de frame. Je kan hem er zelfs een beetje opprikken. Even draaien. Voorzichtig. En dan mag best nog wel een beetje zand aanzitten, dat is geen probleem. Dan doe ik de steekschuimrondjes erop. En ik snij eventjes de bovenkant een beetje schuin af. Allereerst begin ik met galaxblad eromheen te doen. Dat
Doe ik op 3 plekken. Dan heb ik een mooi roosje. Ik stik hem een beetje in het rood op. Heeft een beetje een romantisch sfeertje. En ik heb prachtige sedum. Beetje frambooskleurtje. Gebruik een mooi trafroosje. Ik verdeel alles in beide bloemstukjes. En je kan zelf het verdelen zoals je zelf mooi vindt. Ik steek het er wel mooi compact in. Gebruik een hypericum. Ik gebruik hem echt klein in kleine takjes. Je kan hem ook in het geheel in doen. Ligt ook een beetje aan hoe jouw tak gesplitst is. Mooie anje. Ja, en ook de rest van de bloemen steekt ze mooi compact in, zodat alles steekschuim mooi weggewerkt is. Nog een beetje steekschuim zichtbaar zijn, kan je daar ook een klein beetje mos klukjes tussen doen. Als het nodig is, kan je een krammetje gebruiken, maar meestal is het eigenlijk niet nodig. Ja, en dan hebben we toch wel echt een geweldig mooi bloemstuk. Ja, je kan er gewoon lekker lang van genieten. Met een 2 kleine bloemstukjes heb je weer een heel mooi vers bloemstuk. Je kan er later ook weer nieuwe kalebassen en vruchten op leggen. Als je eventjes een tijdje bijvoorbeeld geen snijbloemen wil. Kan je er mooie vruchten op leggen en eventueel een mooie kaars kan erop. Je kan er alle kanten mee op. Je kan het bloemstuk helemaal maken zoals je zelf wil. En dat maakt hem zo uniek en leuk. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Van dit pakket is een beperkte voorraad, dus wil je hem niet missen, wees dan snel bij. En dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet me vooral niet te volgen op Facebook en Instagram. En hier op YouTube kan je natuurlijk gratis abonneren, dan mis je niks. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!